van harte met deze overwinning. Die eigenlijk nog billenknijper was. Ja, natuurlijk. Want het verschil is niet groot genoeg om het in hockey geen billenknijper te laten zijn. Dan heb je toch wel 2 of 3 goals verschil nodig. Ja, en dan missen zij nog een strafbal, nog een corner na de reguliere speeltijd. Maar de opluchting of de blijdschap, wat overheerste bij jou? Allebei. Opluchting dat we niet weer gelijk komen. En dus 3 punten meenemen in plaats van 1. En blijdschap met name over het spel. Ik ben heel tevreden met deze wedstrijd. Ik denk dat natuurlijk, je wijst nu terecht op 2 grote mogelijkheden van Amsterdam. Dus dit had ook zomaar gelijk kunnen zijn. Oh nee, maar ik had er een heleboel van jullie ook kunnen bedenken. Dat wou ik ook zeggen. Wij hebben er denk ik ook genoeg gehad om te kunnen zeggen dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. En dat het niet onterecht is dat we winnen. Ja, is het voor jou dan ook nog lekker? Want je hebt een moeilijke keuze, denk ik, zomaar gemaakt met die keeper. Dat hij dan toch ook die strafbal pakt? Natuurlijk is dat lekker. Maar ja, we gaan natuurlijk ook niet over 1-8 ijs als je over zo'n belangrijke positie in je elftal een beslissing moet nemen. Dus natuurlijk is het lekker dat hij een strafbal pakt. Dat kan je nooit van een keeper vragen dat hij dat even doet. Maar zijn hele performance vandaag was gewoon goed. En dat hadden we eerlijk gezegd ook wel verwacht. En dan heb je een nieuwe corner gehaald, een extra corner gehaald in de persoon van Tristan Algra, overigens hier opgeleid. En dan toch gewoon weer Hertzberger, unieke klasse. Ja, dat is ongelooflijk. Overigens hebben we Tristan niet speciaal voor de corner gehaald, maar gewoon, het is een jongen van Rotterdam die het hartstikke goed heeft gedaan bij HGC en die we graag weer hier zouden zien spelen. En hij brengt een corner mee, dat is meegenomen, maar het is niet zo dat we een extra corner nodig hadden. Het is mooi dat we er een hebben. Hij heeft er ook een paar gepusht vandaag, en nog een beetje geluk nodig, maar ik denk dat wij met 2 van dit soort corners en dan ook nog Simon Eckerton wel levensgevaarlijk op de kop gaan zijn. Wat zegt deze overwinning jou als je bedenkt dat er nog 21 wedstrijden te spelen zijn? Verdomme weinig. De eerste 3 punten zijn binnen, that's it. En ik ben blij met het niveau van de wedstrijd.